Vorige week zijn we gestart met de nieuwe serie Wie je bent in Christus. Vandaag kijken we naar deel 2 van In Christus kan God zijn ogen niet van je afhouden. In Christus zijn betekent dat God je nu als een onlosmakelijke Twee eenheid ziet met zijn zoon. En daardoor word je van onschatbare waarde. Tenminste, als je durft te zijn wie je bent in Christus. En als Jezus aan het kruis gaat, dan zegt de Bijbel dat hij al onze zonden op zich genomen heeft. God belaste Jezus met jouw zonden. Gethsemane is een hel geweest voor Jezus. Hij heeft onze zonden gezien en gehoord en geruikt en geproefd. Robert M. die veroordeeld is voor 86 kinderen die hij misbruikt heeft. De jongste was vijf weken oud, de oudste tweeënhalf. En in de rechtszaal hebben ze filmpjes laten zien. Hij heeft 600 filmpjes opgenomen van het seksueel misbruik. Hoe hij zijn penis in de mond van een babytje gestoken heeft. 6000 foto's zijn ervan gemaakt. Journalisten zijn, zijn de zaal uitge, uitgelopen, die hebben gekotst. Je hebt het in de krant kunnen lezen. Je hebt de documentaire kunnen zien, ik heb hem gezien. En de, en de advocaten die hem moesten verdedigen. Die hebben aangegeven hoe moeilijk ze het vonden om naar die beelden te kijken. En ze moesten de verslagen lezen. Ze hebben niet eens alle verslagen gelezen. Maar ze moesten naar een aantal beelden kijken. De advocaat die Robert M. moest vertegenwoordigen, die heeft weggekeken. Heeft hij gezegd. Op een gegeven moment. En Jezus werd belast met onze zonden. Ook die van Robert M. Hij werd tot zonde gemaakt met zijn zonde. Hij heeft het gezien. Hij heeft het gehoord. Hij heeft het gevoeld. Want dat is wat de Bijbel zegt. Hij werd met onze zonde belast. En ergens anders staat: tot zonde gemaakt. Dat is heel belangrijk. Wie jij bent in Christus wordt zichtbaar aan het kruis. Jezus heeft zich één gemaakt met jouw zonde. En niet alleen met jouw zonde. De Bijbel zegt dat Jezus ook de straf op de zonde op zich genomen heeft. De, gevolg, de gevolgen van onze zonde. De Bijbel zegt: Het loon van de zonde is de dood. Hij nam niet alleen onze zonde op zich, maar ook de straf op onze zonde. En later neemt de Apostel Paulus dat over. In de Romeinenbrief beschrijft hij wie wij zijn in Christus. En zegt hij dat de macht van de zonde en de macht van de dood verbroken is door de Heer Jezus. Maar ook in het leven van iedereen die dat gelooft. De macht van de zonde en de macht van de dood zijn verbroken. Omdat Jezus uiteindelijk na drie dagen uit de dood opstond. En hij liet onze zonde achter in het graf. En de dood, zegt de Bijbel, kon Jezus niet langer vasthouden. Hij stond op uit het graf. Door de kracht van de Heilige Geest stond hij op. Wauw. En leendert. Dit is wat Jezus voor jou heeft gedaan. Maar het is niet genoeg, zegt de Bijbel. Dat wij geloven dat Jezus voor ons is gekruisigd. Het is niet genoeg dat je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven. Het is zelfs niet genoeg dat je gelooft dat Jezus voor jou is opgestaan. Want Jezus deed dat niet voor zichzelf. Hij deed het voor jou. Sterker nog, hij nam jouw plaats in. Eigenlijk, zegt Paulus, hadden wij aan het kruis moeten hangen. In Gelaten 2 vers 20 zegt Paulus dit. Wij zijn met Christus gekruisigd. En met Christus opgestaan. Het is niet voldoende dat je zegt, ik geloof dat hij is gekruisigd, gestorven en opgestaan. God wil dat je het geheim gaat ontdekken. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik ben met Christus. Gestorven. Kijk naar dit plaatje. Laat het hele plaatje maar zien. Kijk naar dit hele plaatje. Wat zag God toen Hij vanuit de hemel naar het kruis keek? Wie zag Hij? Zag Hij Jezus? Of zag Hij mij? Wie jij bent in Christus betekent dat toen God naar het kruis keek, Hij eerst Jezus zag en dat hij eerst mij zag en daarna Jezus. Dit is wie je bent in Christus. Ik ben met hem gekruisigd en ik ben met hem gestorven en opgestaan. De Bijbel zegt. Na drie dagen is Jezus opgestaan uit de dood. Hij kwam tevoorschijn uit het graf. Zijn lichaam was kapotgeslagen. De Bijbel zegt dat hij niet meer, hij niet meer uitzag als een mens, maar als een dier. De film The Passion of the Christ laat zien hoe Jezus kapotgeslagen werd. Een, een brok rauw vlees hing aan het kruis. Zijn eigen moeder had hem niet meer herkend. Maar er gebeurt iets op paasmorgen door de kracht van de Heilige Geest die, die, die door het lichaam van Jezus jaagt. Wordt zijn hele verscheurde lichaam hersteld. Hij krijgt een nieuw, verheerlijk, een, een opstandingslichaam. En er is niets meer te zien van de wonden van de, van de, van, 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 van de geest. Van de geesteling, van dat zijn baardharen uitgetrokken waren. Dat zijn neus gebroken was. De doornenkroon, alleen nog de wonden in zijn handen. Als het bewijs van Gods liefde. En de wond in zijn zij. Als teken van Gods liefde. En weet je, Jezus. Jezus is voor ons opgestaan. En wij mogen met Jezus opstaan, zegt Paulus, in een heel nieuw leven. En dat is wat er gebeurt. Als jij gelooft in het wonder van het kruis. Als jij gelooft dat, Jezus, dat, dat God jouw zonde op Jezus gelegd heeft. Als jij gelooft dat Jezus in jouw plaats is gestorven. Dan mag je. Het wonder van het kruis gaan beleven. Dat dezelfde Heilige Geest die Jezus deed opstaan uit de dood, in jou komt wonen. In Handelingen 16, vers 4 wordt de Heilige Geest de Geest van Jezus genoemd. De Geest van Jezus. En in Johannes 14 zei Jezus, vlak voordat hij stierf, luister, ik zal sterven en ik zal opstaan. Ik zal teruggaan naar mijn Vader in de hemel. Maar ik laat jullie niet alleen achter. De Vader en ik komen in jullie wonen. Dat is wat Jezus zei. Door de Heilige Geest. En de Heilige Geest wordt in de Bijbel de Geest van Jezus genoemd, maar hij wordt ook de Geest van de Vader genoemd. De Heilige Geest is Jezus in mij. De Heilige Geest is God de Vader in mij. En hier wordt zichtbaar zeg wie jij bent in Christus. De geest van Jezus woont in jou. En de Bijbel noemt dat opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren. Ezekiel had het al geprofiteerd: hoofdstuk 36, vers 26. Een heel nieuw hart zal ik jullie geven, en een heel nieuwe geest. En dat gebeurt als je gelooft in het wonder van het kruis. Dan krijg je een heel nieuw leven. Je wordt een, in Christus een heel nieuwe schepping. Dan krijg je een heel nieuw hart. <laughs> ja, alleen het wordt nou heel persoonlijk. Ja. Het hart van Jezus klopt in jou. Je gaat voelen wat Jezus voelde. De Heilige Geest die in jou komt wonen, laat je voelen wat Jezus voelde. Je krijgt de bewogenheid van Jezus. Maar er was ook geprofiteerd en een nieuwe geest zal ik in jullie binnenste leggen. De geest van Jezus woont in jou. Het hart van Jezus klopt in jou. Dat is wie jij bent in Christus. En moet je nou eens kijken hoe God nu naar jou kijkt? Je zonden zijn vergeven, de Heilige Geest komt in jou wonen. En God ziet jou nu altijd in Christus, Hij ziet je nooit meer los van Hem. Hij ziet jou altijd in hem als een onverbrekelijke eenheid die niemand verbreken kan. En toen God vanuit de hemel naar het kruis keek, toen zag hij niet Jezus, toen zag hij mij. Maar als God nu naar mij kijkt, als God nu naar jou kijkt, Leendert, dan ziet hij niet jou, maar dan ziet hij Jezus in jou. Zo kijkt God nu naar jou. En hij zegt: Leendert, ik zie je als rein, want ik zie Jezus in jou. Ik zie je als heilig, want ik zie Jezus in jou. Ik zie je als rechtvaardig, als volmaakt, want ik zie Jezus in jou. Dat is het geheim van wie jij bent in Christus. Leendert is ook bijna niet meer te zien, hè? Je moet... Ik zal even op tellen. Maar hij is er nog wel. Ja. Dan komen er van die pastoraal werkers naar mij toe. En die zeggen: Ja, maar Wilkin, als God naar ons kijkt. ziet hij toch onszelf ook nog wel? Ja, natuurlijk. Maar ik vind het zo heerlijk dat God, als naar mij kijkt. altijd eerst Jezus ziet en dan mij. En toen las ik. Job 36, vers 7. Uit de Willybrot-vertaling. Wat is het mooi om de Bijbel in verschillende talen te lezen? En daar staat dit: God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardige. En hij zet hem als een koning op de troon. En hij geeft hem aanzien voor altijd. Leendert. Dat gaat over jou. God kan zijn ogen van jou niet afhouden. Hij zet jou als een koning op de troon. Hij geeft jou aanzien voor altijd. En misschien voel je je totaal anders. Misschien voel je je meer een armoedzaaier in plaats van een koning. Misschien voel je meer... Een mislukkeling omdat je gefaald hebt. Omdat je er een potje van gemaakt hebt. Omdat je je stinkende best hebt gedaan, maar dat je niet gelukt is. En je zegt: wat? Ik een koning op de troon? God geeft mij aanzien. Zo voel ik mezelf niet. Zo kijk ik niet naar mezelf. Maar luister, Lindert. Als jij weet wie je bent in Christus, ga je ontdekken hoe God naar jou kijkt. Want dit zijn profetische woorden van de vrienden van Job. Moet je je voorstellen, die jongens hadden helemaal niet door wat ze zeiden. De vriend van Job profeteert dit als het ware. Hij zegt Job, terwijl Job in ellende en ziekte verkeert. Hij zegt, God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardige. Maar wat is dat een rechtvaardige? Wie is er nou rechtvaardig? De Bijbel zegt in de Psalmen en in het Nieuwe Testament ook, niemand is rechtvaardig, niet één. Rechtvaardig betekent dit dat je door God bent goedgekeurd. En laat nou eerlijk wezen. Wie heeft zo geleefd dat God zegt 100% goedgekeurd? En daardoor aanvaard. Aanvaard als mijn kind. En als kind van de Vader mag je heel dicht bij me komen. Welkom in de koninklijke familie. Wie is er rechtvaardig? Niet één. En toch zegt Elihu, de vriend van Job: God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardigen. Dat waren profetische woorden over wie je bent in Christus. Want Jezus is door God 100% goedgekeurd. En Jezus was door God aanvaard. En in Christus, zijn geest die in mij woont. Kijkt God nu naar mij en zegt hij: Kijkt hij naar jou, Leendert? En dan zegt God: Leendert in Christus? 100% goedgekeurd! Yeah. Want als ik naar Leendert kijk, zie ik niet Leendert, maar ik zie Jezus Christus in hem. En daarom zegt God: Leendert, kan ik mijn ogen niet van jou afhouden? God moet naar je kijken. Het is alsof God zelf op zijn troon zit. En tegen zijn engel Gabriel, die zo naast hem staat, zegt Gabriel: kijk eens. Ach, Leendert. Kijk eens, hij ligt nog te slapen. Is hij niet schattig? Oh, hij wordt wakker. En Leendert denkt: Oh, als hij in de spiegel kijkt, ik zie er niet uit. Als ik in de spiegel kijk, ik zie er niet uit. Maar God zegt: Leendert, ik kan mijn ogen niet van je afhouden. Want je bent een nieuw mens geworden. Mijn geest woont in jou. De geest van Jezus woont in jou. En de geest van Jezus gaat het leven van Jezus in jou leiden. Nog een keer. De geest van Jezus gaat het leven van Jezus in jou leiden. En God zegt: je straalt, je schittert. Ik moet wel naar je kijken. Ik vind zo'n mooie vertaling. Die Willibrod-vertaling. God kan zijn ogen niet van je afhouden. Hij moet blijven kijken. Hij moet blijven kijken. Waarom? Hij ziet Jezus in mij. Zo kijkt God naar mij. In Christus. Wat een rijkdom. Wat een revolutionaire gedachte. En dan zegt de Bijbel. Wandel in Christus. Wandel in Hem. Nou, ga dat maar eens proberen. Kijk eens even. En een rondje terug, 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 terug. Ja, ja. Het gaat goed, hè? En wat er ook gebeurt, God kijkt altijd, als hij naar jou, als hij naar jou kijkt, God ziet altijd eerst Jezus in jou. Altijd. Erika, komt eens. Heel snel, heel snel. Een vrouwelijke duivel lijkt me ook wel eens wat voor de verandering. Want wat doen we nu als de duivel op ons afkomt? En de duivel wil ons misleiden. Hij wil ons verleiden tot zondigen. In 1 Johannes 5, vers 18 staat: Wie uit God geboren is, wie opnieuw geboren is. En niet doorgaan met zondigen. Niet in die zonde leeft. Dat doen we niet meer. We zondigen nog wel, ga ik je uitleggen. Maar we leven niet meer in de zonde. We zijn een nieuwe schepping geworden. Wie opnieuw geboren is. En wat staat erbij? De boze heeft geen vat op hem. Want Erika, ga dat eens proberen. Ga alleen het leven eens lastig maken. Jij smerige duivel. Zet <laughs> ook een zwart jasje. Aan? dat past wel, hè? vind je niet? Kijk, wat er... ik zou het iets moeilijker maken, uh, duivel. Zie je dat. Dat is het geheim. Als christenen zeggen: oh, Ik moet zo tegen de duivel vechten, ik word zo vaak aangevallen, dan weten ze niet wie ze zijn in Christus. Want de Bijbel zegt: de, de, de boze heeft geen vat op jou, want wie komt hij tegen? Jezus in mij. En dat is het geheim van wie je bent in Christus. En daarmee hebben zij een applausje verdiend. Je kunt het boekje Wie je bent in Christus bestellen via onze website Vrijzijn.tv. Het heeft meer dan 10.000 mensen geholpen om te ontdekken hoe waardevol ze zijn in Gods ogen. Wist je dat je gratis kunt abonneren op ons Vrijzijn YouTube-tv-kanaal? Doe het direct, dan zorgen wij ervoor dat je geen aflevering van deze serie hoeft te missen. Volgende week ben ik er weer met deel 3 van In Christus kan God zijn ogen niet van je afhouden. Als je dat maar weet. Dag.